Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik verder met mijn mini fotoalbum gemaakt van enveloppen. Ik ga nu de labels maken of de tags die hier aan de binnenkant komen. Ik heb hier al mijn restjes papier erbij genomen. Het is niet alleen van dit projectje, dat is ook nog van vorige projectjes. En als eerste ga ik deze afbeelding gebruiken en die komt uit dit blok. Dat is deze dat ik ga gebruiken. Dus, ik ga even kijken of dat die erin past. Zo, die past daar perfect in. En dan ga ik aan deze kant een stukje lint bevestigen. Ik ga groen nemen. Zo. Even een stuk dubbelzijdige tape. En dan ga je dat dubbel plooien en zo in het midden vastmaken en terug een stukje tape erover. Zo. En ik ga de achterkant beplakken met restjes papier. Ik ga allemaal eens kijken. Dat is misschien net iets te kort. Ik ga allemaal reepjes nemen. Zo. Je ziet nooit je restjes te snel weggooien. Want je kunt die altijd nog gebruiken. Nog een lang smal of is dat genoeg? Nee, ja, dat gaat genoeg zijn. Deze aan de kant. Hop, dit plakt al vast. Zo, en dan ga ik hier lijm op doen. Ik ga er even een penseel bij nemen. En dan kan ik die lijm goed openstrijken. Zo. Een doekje nemen. En dan ga ik al die reepjes van die restjes er mooi op plakken. Dat is niet recht, dus ik ga dat even recht snijden. Ik wil even opletten dat al de stukjes papier mooi recht afgesneden zijn. Anders gaat dat einde helemaal scheef gaan. Dus. Zo.
aanduwen. Dan hier nog een stukje. Voilà. En dan snijd ik dit gelijk af met mijn kaartje. Voilà, en dan is mijn eerste label of tag al klaar. En hier past dus een foto op. Natuurlijk kan je dan ook de randjes wat beinkten. En misschien de hoekjes afronden. Voilà. Voilà, en dan is mijn eerste tag of label klaar. En die kan dan hierin staan. Zo. Voilà. De volgende. Daarvoor ga ik een dubbele kaart maken. Dat past daar. Ik ga die dan maken om hierin te steken. Eens kijken. Ik ga dat gewoon dubbel plooien. Ik ga ook de hoekjes afronden. Dan ga ik uit een ander restje twee cirkeltjes sponsen. Hoppa. Zo. En die ga ik dan hier plakken. En deze daar dan op. Voilà. Dus mooi op elkaar plakken. Voilà. Zo. En deze kan dan open. En hier kunnen dan twee foto's op. Oh, dat hoekje is niet mooi afgerond, hè. Even opnieuw doen. Zo, dat is beter. En dan kan ik natuurlijk
aan de binnenkant ook nog een restje papier plakken. Je kan het zo laten, dan kan je er ook wat dingen op schrijven of zo een achtergrondpapiertje op plakken. Zo. Dan heb ik hier nog dit en daar ga ik gewoon een ander. Dat is niet mooi recht afgesneden. Dat ga ik eerst doen. Hier is nog een stukje van iets anders. Zo. En dan ga ik er gewoon een ander. Dit is net iets te klein. Ja. Maar ik wil dat ook niet weggooien, dus ik ga dat daar wel op plakken. En dan ga ik van dit stuk dat boordje afknippen. Dus hier ook weer goed lijm op. Oh, bijna vergeten. Er moet nog een lintje of een stukje touw. Bij deze ga ik een stukje touw plakken. En dat ga ik ook met dubbelzijdige tape vastmaken. Even aan de kant, zo. Lang, iets korter. Dat mag weg. En nog een stukje erover. Zo. En dan plak ik dat hierop. Zo. En dat randje knip ik er dan af. Dan is dat iets kleiner dan die kaart, maar dat is niet erg. Hè? Oh, sorry, ik was even buiten beeld. Dus het witte randje knip ik dan gewoon met de schaar. Voilà, dat is dan ook al een label. Er komt ook nog een reepje wit, dus dat ga ik ook afknippen. Voilà, voilà. De hoekjes afronden, dan schuift het altijd makkelijker. En dan ga ik ook weer die randjes beinkten. Voilà, dan hebben we al 3 verschillende labels gemaakt. Deze, deze en dan die. En die heb ik dan
telkens twee keren gemaakt, hè, met een ander papiertje. Zo. En dan één nog met restjes. Voilà. En dan ook eentje gewoon met een achtergrondje. Dus, die kunnen hier al in. Dus kijk, ik had dit nog liggen. Misschien kan ik dat hierin plakken. Ja, dan ga ik hier tussen steken. Dat is nog van een restje van een ander projectje. Ik ga dat daar tussen steken en dan kan ik daar eventueel een foto achter plakken. Dus ik ga dat daar bij laten. En dat restje is van deze doorzichtige schutkaart die ik ooit eens gemaakt heb. Die ik vorig jaar gemaakt heb. Ik zal op het einde van het filmpje de link plaatsen hoe dat ik deze gemaakt heb. Dus die kunnen al in het albummetje. Ik kijk natuurlijk altijd een beetje dat ik zo, zoals hier, dat ik deze hier niet steek, want dat vind ik dan niet zo mooi. Dus de kleuren moeten zo'n beetje afsteken, hè. Zo. Dit kan hier. Zo, een beetje vooraan. Hier wil ik deze. Je ziet in dit album kan je heel veel restjes verwerken, hè? Eens kijken. Ah, zes, hè? Dus zes kunnen erin, hè? Voilà. Zo. Dan heb ik nog overal deze pockets. Daarvoor ga ik eens kijken. Deze labeltjes die in dit album zitten, ga ik daarvoor gebruiken. Eens kijken of die er nog in zitten. Ja. Dus deze labels ga ik daarvoor gebruiken. En ik ga er ook twee van deze sterretjes uitknippen. Dat ga ik allemaal uitknippen. Zo, ik heb deze uitgeknipt. En overal een lintje of een touwtje aangemaakt. En dat zijn dan de labels die hier overal in komen. Zo. Je kan ook twee labels in één pocket steken. Ik ga er nu overal eentje in steken voor het moment. Zo. Daar moet je wel op letten. Je moet zien dat je die niet te ver steekt, want dat loopt helemaal door. En als je dat te ver steekt, dan gaat daar een plooi in komen, omdat dat één opening is hier, hè? Dus dan moet je wel even opletten dat je dat niet doet. Je had het ook andersom kunnen gebruiken, want ik zie net bij deze, ziet je dat goed bij die eerste, dat het woordje anders ondersteboven staat. Maar ik heb hier dit al opgeplakt en dat gaat er niet meer af. Dus ik gebruik de mijn in die richting.
Dan ga ik wel even zien dat ik labels gebruik waar geen tekst op staat, want die zit er nu ondersteboven in. Of ik kan dit eraf halen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dit zo draaien. Ik ga dit als voorkant gebruiken. Dan zitten mijn kleine pockets aan de andere kant. En dan zitten mijn labels niet ondersteboven. Zie je, dan zit mijn tekst mooi recht. Dus ik ga deze tekening opnieuw uitsnijden en ik ga die hierop plakken. Ik dacht, want ik heb dat blok dubbel. Dus ik denk dat ik dat nog eens een keer heb. Hier heb ik die. Dus dan haal ik die eruit. Zoals ik al zei, je kan er natuurlijk voor kiezen om het zo te houden en dan je pockets aan deze kant hebben. Maar omdat die labels anders, die tekst zo staat, vind ik het mooier dat ik mijn mini-album in deze richting ga gebruiken. Dus dan ga ik dit hierop plakken. Zo. En natuurlijk, als ik dat dan omdraai, staat dat hier ondersteboven op. Ik kan dat daar niet meer aftrekken, want dan gaat het scheuren. Maar ik ga er gewoon dit bovenop plakken. Dus, of een ander, dat kan ook altijd. Dit bijvoorbeeld, even zien. Dit zou ook nog gaan. Dan kan ik er bijvoorbeeld dit nog op plakken. Ja, ik ga dit gebruiken. Ik ga dat wat kleiner snijden. Mijn potlood erbij nemen. Zo, iets korter maken. Dit hou ik ook weer bij. Eens kijken. Ja, dat kan er zo mooi over. Dan is het ook iets groter dan die afbeelding. En dan ben ik zeker dat het daar niet. En er is niemand die dat gaat zien. Dat dat daaronder plakt. Hè. Dus dit hierover. Voilà, voilà. Aanduwen. Deze tekening, allee, deze afbeelding wil ik hier dan op. Kan ik natuurlijk ook als label of tag gebruiken, maar die komt dus ook uit dat blok.
Even een doekje nemen. En dan goed aanduwen. Voilà. Nu nog wat bij hem onderdoor. Zo. En ik had hier dan ook twee van die sterretjes uitgeknipt. Ik heb die op elkaar geplakt. En dan ga ik die met een touwtje. Hier. Oeps. Ik plak weer van alles aan mijn vingers. Zo. En dan ga ik daar eerst een klein knoopje. Zo. En dan wil ik dat hier zo vastknopen. Of met een speldje. Eens kijken wat ik hier nog heb. En ik heb hier ook nog twee belletjes. Kan ik daar ook nog aan maken. Dit ga ik een stukje korter knippen. Zo, ik heb het er dus aangehangen met het mini veiligheidsspeldje en dan de belletjes. En dan kan je natuurlijk aan de binnenkant ook nog decoratie aanbrengen. Wacht, dit moet ik nu wel zo steken, anders is mijn tekst weer ondersteboven. Zo dus. Dus bijvoorbeeld hier en dan kan je daarvoor wat afbeeldingen uit zo'n blok gebruiken. Komt dus uit, ik denk dat dat, nee. Ja, de omslag is weg, maar dat komt dus uit zo'n luxe paperblok. En dan zal ik eens kijken wat ik ga gebruiken. Bijvoorbeeld kan ik dan hier plakken. Zie je? En dan plak ik dat alleen onderaan vast. Want ja, ik weet nog niet wat een foto er gaat inkomen. Dus ik plak die alleen onderaan vast en dan kan je de foto er altijd onder schuiven. Dus zo kan je dan ook nog allerlei decoratie aanbrengen. Ik heb hier ook nog deze afbeeldingen. Dat zijn restjes van zo'n kaartenblok. Dat ze ook bij Action verkochten. Ik zal op het einde van het filmpje ook de link plaatsen van die kaarten die ik gemaakt heb. En die kunnen dan ook zo hier en daar als afbeelding gebruikt worden. Vind ik wel mooi. Ja, deze ga ik hier plakken. En ook weer gewoon aan twee zijden. Dan kan er eventueel een kleine foto onder. Daarom dat ik ook wacht met de kleine decoratie totdat er foto's ingeplakt zijn. Dan weet je heel goed waar je wat kan plakken. Als het voor een cadeautje is, dan kan je natuurlijk heel wat afbeeldingen eruit halen. En dus
zal ik eens vlug doen. Geen te grote, want het is maar een klein album. Dus allerlei kleinere afbeeldingen en wat tekst. En dan steek je dat gewoon in een plasticje, in zo'n kaartenplasticje. Dus zo'n plasticje. Daar steek je dan al je afbeeldingsjes in natuurlijk, hè. Dicht plakken. Zo. En dan steek ik dat ergens vooraan of achteraan, zo erbij. En dan kan de persoon die dit album cadeau krijgt zelf de prentjes erbij plakken bij de foto's, hoe dat die persoon het zelf wil. Zo, dit is het dus, mijn mini fotoalbum gemaakt van enveloppen. En de reden dat je die tape niet te dicht op de rand mocht plakken, dat heb je in het vorige filmpje gezien, is omdat als je er foto's in steekt of in plakt, dat breder kan worden, dat zich dat kan uitzetten, zie je? Want moest je die tape op de rand geplakt hebben, dan kon je dat niet zo open trekken. Dus hier kunnen redelijk wat foto's in, hè? Dus het kan redelijk dik worden. Ik zal er nog eens snel doorbladeren. Zo, dus en dan hier overal een grote pocket met een label. Overal een kleine pocket met een klein labeltje. En hier heb ik dan wat afbeeldingen erbij gestoken. Zodat degene die dit krijgt, ze er zelf kan inplakken. Zo. Je kan dat ook met gekleurde enveloppen maken. Dan bijvoorbeeld met rode of groene. Dan heb je niet zo dat wit randje, hè. En je kan natuurlijk ander decoratiepapier gebruiken voor andere gelegenheden. Zodat je het ook cadeau kan doen voor een verjaardag of zo. Of voor een huwelijksverjaardag. Voor eender wat. Of voor je huisdieren. En het is een klein compact albumetje. Kan makkelijk in je handtas. En dan kan je je foto's zo op die manier laten zien, hè. Dus voilà. Ik zeg het, je kan overal nog decoratie aanbrengen, maar dat kun je beter doen als je foto's erin geplakt zijn. Dan weet je waar dat je de decoratie kunt plakken, hè. Want het zou zonde zijn als je hier een mooi prentje in plakt en er moet dan een foto bovenop komen zodat je er niks meer van ziet. Dat is dan zonde. En zoals ik al zei, heel fijn om allerlei restjes op te gebruiken, hè. En je kan het ook met gebruikte enveloppen maken. Zo, ik ga hier snel mijn rommel wat wegdoen. Voilà. Hopelijk heb ik jullie weer wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken. Ik wens jullie alvast heel veel knutselplezier. En tot de volgende keer. Dag.